Rijnsbergen. Kijk, daar staat het. En ik ben vandaag de gast bij de man achter de knoppen. Stel je even voor. Hoi, ik ben Erwin van Etten. En in het programma van Erwin van Etten ben ik zo meteen de gast. En Erwin, het is nu al gezellig. Feest op je radio. Ja, en kijk eens. Een echte Datec BCS 70. Nou, wie bent u? Nou, ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Maarten Schelvis, ook wel bekend als Feest DJ Maarten. En dit programma heet Feest op je radio, dus volgens mij zit ik op mijn plek vandaag. Je zit helemaal op je juiste plek, want Feest op je radio en feestmuziek, dat verbindt elkaar. Dus Feest DJ Maarten, hartelijk welkom hier in de studio van Ros Radio. Ja, leuk dat ik er ben. En wat hebben jullie een ontzettende gave studio, mag ik dat even zeggen? Ja, leuk hè. We hebben laatst ook even... Iets belangrijks. Ik zie de man van de koffie, die wacht tot de microfoon uit is. Maar als de koffie is, de koffie mag altijd binnenkomen hoor. Ja, daarom. Kom maar. Net de mensen, die wachten dan tot ze mogen binnenkomen, tot het lampje uit is. Daarom. Maar voor koffie mogen mensen altijd storen. Lekker. Ik word nu al goed verzorgd. Ja, heerlijk, hè? Hé, maar Maarten, zometeen, ik draai alvast een liedje van je. En zometeen hou je nog een keer erbij. En dan mag je helemaal alles vertellen waar je vandaan komt en hoe het allemaal met je gaat. Dus, super. Dan weten we alvast dat jij alvast de gast bent vandaag. Komt goed. En welke plaat ga je draaien? Alle idioten. Zingen over boten. Ja. Gezellig. Hé, Maarten, welkom in de studio. Je hebt nogal wat kilometers achter de rug, hoorde ik wel. Ja, 200 kilometer moest zo. Even een stukje rijden. Even rijden. Maar gezellig hier in Rijsbergen. Ja, zeker. Toch altijd weer de vraag, hoe is het een beetje voor jou allemaal begonnen? Hè? Want dat je toch in het vak gerold bent. Nou, ik wilde eigenlijk, ik zie jou achter die tafel zitten, achter die radiotafel. Ja, mijn droom was eigenlijk om radio-dj te worden. Ik zat vroeger bij een lokale omroep. Toen kwam bij mij in de straat waar ik woonde, in Beverwijk. Daar kwam een lokale omroep, Radio Beverwijk. Ja, hoe kan je het anders denken? Ja. En toen dacht ik, dit is echt te gek. Ik wil radio-dj worden. Maar het is gewoon heel moeilijk om als een radio-dj, om daar je boterham mee te verdienen. Omdat er gewoon niet zo heel veel radiostations zijn. Toen dacht ik, ja, maar ik vind DJ, ik vind muziek draaien, vind ik gewoon helemaal leuk. Toen dacht ik, er zijn wel heel veel kroegen. Ik denk, dan word ik gewoon DJ in de kroeg. Ik denk, want elke dorp heeft meestal één lokale omroep. Maar ze hebben vaak wel 4 of 5 kroegen. Dat klopt. Dus de kans dat je dan betaalt als kroeg-DJ aan de gang kan. Ja, die vijver is even groter. En nou ja, ik ben nu vanaf 2001 al fulltime feest-DJ. Dus gelijk al bats begonnen. Ja. Ja, dat is best wel interessant eigenlijk, want het kan heel snel gaan, maar het kan ook best wel lang duren hè, op zich. Want je hebt ook zoveel feest-dj's natuurlijk die daarnaast ook zingen, maar ook alleen draaien. Dus wat betreft, die vijver is ook best wel groot, denk ik. Ja, klopt. Je moet ook wel af en toe gekke dingen bedenken om er net even bovenuit te springen. Net even gekke pakken aantrekken als je aan het draaien bent. Net even dat gekke dingetje. Ik heb nu met een maat van mij, Marco Kraats, hebben we de flitspaal uitgebracht. Nou, dan zijn we helemaal verkleed als flitspaal. Hebben we ook een videoclip gemaakt dat we langs de weg... alles aan het fotograferen zijn. Een bejaarde vrouw met een rolstoel. Iemand die over het zebrapad gaat. Een winkelend publiek zijn aan het flitsen. Omdat ze te hard met hun winkelwagen gaan. Dus ja, dat maakt dan net even dat je opvalt tussen de rest van de DJ's. Maar ja, al die feest-DJ's worden ook steeds gekker. Dus je moet ook steeds gekkere dingen bedenken om toch net even eruit te springen bij de rest. Daarom, dat creatieve, daar komen we straks even op. Want daar wil je natuurlijk meer van weten. Ja. Bijvoorbeeld, ik ben een kikker. Dat is ook weer zo'n... ik mag het toch wel een hit noemen, zeg ik nou weer gewoon. Want dat was gewoon ook weer zo'n die gewoon blijft hangen natuurlijk. Ja, volgens mij is het al een tijdje terug, 2007 of zo, 2006. En toen had het Glazen Huis stond toen in het Neude in Utrecht. En Gerard Ekdom van DFM, die draaide toen heel veel die plaat tijdens die editie van Serious Request, wat ze altijd hebben daar met de kerst, draaiden ze de Celsi Dagger. Ja. En dat was echt zo'n gitaarliedje. Lekker stevig, ja. Ja, gitaar, echt zo'n rocknummer. Maar ja, ik ben natuurlijk feest, dus ik hoorde gelijk in mijn hoofd alweer die tuba. Ik denk, hey, maar dat moet een feest knallen worden. Toen kwam ik naar de studio en toen zei die man van de studio, nou die tuba en echt een polonaise, daar zou ik er niet van doen. En het was toen net een beetje de opkomst van de jump. Toen had je ook Jumping Jacks Jumping in the Moonlight. Ja, kwam toen uit. Je had heel veel die jumpliedjes. We maken er een jumpliedje van. Ik denk, ja, dat is wel ook wel heel gaaf. Dus toen hebben we het toen gedaan en uitgebracht. En ja, eigenlijk tot de dag op vandaag wordt hij nog steeds overal wel aangevraagd. En eigenlijk elke keer met mijn optreden, als ik ergens draai, zing ik hem ook wel. En ja, hij slaat nog steeds wel aan, terwijl het al een liedje is van bijna 10 jaar oud dan nu. En dat is het mooie ervan, dat het gewoon blijft gaan. En dat, ja, want je hebt ook mensen die bij zeggen, ja, maar dat is al zo'n oud liedje van mij, die oude zooi bij spreken. Ja. Ik zou het niet zeggen, inderdaad, dat is mooi, want de mensen vinden het nog steeds goed. Met klopt. Carnaval vooral komt hij, ik weet niet hoeveel keer voorbij, dus alleen maar een mooi teken. Ja, klopt, ja. Ja. We zitten midden in het nieuws, dus Erwin, ik zeg, even een bakje koffie. Proost! Hey, vaak hier, komt u dan vaak hier?
Of komt u hier alleen maar even tijdens carnaval? Hey, vaak hier, komt u nou vaak hier? En doet u dan zelf met ons mee en het gelal? Ja. We zijn vandaag de gast bij Feest op je radio! Ja! Ja, ja! Ja, Feest DJ Maarten natuurlijk met vaak hier, komt u nu vaak hier. Ja, hoe vaak komt hij eigenlijk? Ja, leuke plaat, hè? Vaak hier, komt u vaak hier. Ja, ja nee, we hebben van Polonaise gelopen in de studio, mensen. Het was gezellig. Hey, je kent die, hoe heet dat, die Arabierenavond, noem je het al, bij die feestpaleizen, weet je wel? Arabierenavond, de 1001 nachtfeesten. Ja, ja. Kom je daar ook wel eens met zoiets op? Nee, nog niet geboekt. Nou, misschien moeten we een kleine oproep doen van mensen nu te boeken voor bruiloften, feesten, partijen en 1001 nachtfeesten. Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel echt wel passend. Nee, maar dit, ja, de carnaval staat voor de deur. Was dit al, op die kikker na dan. Maar ik wil zeggen, is het dan echt even van, nou, ik heb hem speciaal voor de carnaval geschreven? Of denk je van, nou... Nee, ik heb hem speciaal voor de carnaval geschreven. Ja, ik denk, er moet een tuba moet erin, er moet een feest, gezellig. Dus ik heb hem echt speciaal voor de carnaval geschreven, deze plaat. Maar ook buiten de carnaval om, doet hij het eigenlijk hartstikke leuk hoor. Ja. Ja. En komt er nog meer aan qua carnaval? Want staat, ik zeg al, staat voor de deur. Dus, Ja, joh, ik ging net naar buiten. Wat denk je? Doe de deur open. Staat carnaval voor de deur. Is echt. Vertel wat ik bleef van. Ja, klopt inderdaad. Ik heb met mijn maat Marco Kraats een plaatje gemaakt over een flitspaal. En Marco en ik die kwamen op internet een filmpje tegen over iemand die verkleed was als flitspaal. En langs de weg allemaal foto's ging maken van auto's die te lang, weet je wat, die daar langs reden. Ja, ja. En op een gegeven moment werd die man verkleed als flitspaal ook opgepakt door de politie. En je mag natuurlijk niet zomaar verkleed als flitspaal langs de weg. En ik zeg tegen Marco, kom op, dat gaan we ook een keertje doen, weet je wel. En maken we een flitspaalpak. En toen keken Marco en ik elkaar aan. Ik zeg, oh, hoe leuk is het om gewoon een heel liedje daaromheen te maken. Ik denk, ja, dan moeten we wel iets hebben met flitspaal. Dus toen kwamen we al heel snel op dat liedje met Skandaal. Van Skandaal in Marozi. Ja. En dat werd natuurlijk al heel snel dan van flitspaal, flitspaal, ga op de foto. Dus wij die plaat opgenomen en inderdaad een clip erbij. Dat wij verkleed zijn, alle twee, als flitspaal. Nou, we hebben alles gefotografeerd. We hebben bejaarden die te hard gaan. Weet je wel, zogenaamd, dan hebben we geflitst. Kinderen op skippyballen hebben we geflitst. We hebben winkelend publiek met een winkelwagen hebben we geflitst. Die zogenaamd te hard voorbij aan het winkelen waren. We hebben de stadsbussen geflitst. We hebben joggers geflitst. Ja, we hebben ook een politiewagen geflitst. En toen zei ik nog tegen die jongen die ons aan het filmen was. Van, ja, je mag natuurlijk niet zomaar langs de weg gaan flitsen in een flitspaalpak. Ik zeg, je hebt best kans dat we worden opgepakt. Ik zeg, moet je dat kaartje uit die camera halen van de beelden. En als ze dan die camera aan beslag nemen, hebben we in ieder geval de beelden dat we opgepakt zouden worden. Ja, ja. Dus Marco Kraats en ik stonden allebei langs de weg, verkleed als flitspaal. Die politiewagen rijdt langs en wij flits. Helemaal niks. Die wagen rijdt door, weet je. We werden niet opgepakt. Dus hij dacht helemaal, nou, dan gaat het hele plan. Zal ons nog eens niet door. Maar wel een hele leuke clip geworden. Mochten de mensen nieuwsgierig zijn, als je op YouTube flitspaal DJ Maarten intoetst, dan, of Marco Kraats, dan komt hij al eigenlijk gelijk boven. Op een gegeven moment, als jullie daar bij die supermarkt staan, je ziet echt die mensen zo kijken van, wat is dit? Ja, sommige mensen vonden het ook niet leuk, hoor. Die waren niet blij met. Wat doe je? Ja, want ja, we zijn met de clip bezig. Ja, dat wil ik niet zomaar. Maar dat is vaak het leukste. Dat is gewoon spontaan in één keer, bam, daar zijn we. Ja. Nou, ik zou zeggen, de tijd vliegt echt snel om. Alvast afscheid nemen en zo meteen op jouw manier helemaal aangekondigen. Ja, vind ik leuk. Ik vind de muziek weg zo. Hè? Ja, leuk. Ik zou zeggen bedankt voor je komst, Maarten. Het was echt hartstikke leuk. Ja, ik vond het ook super leuk om hier te zijn. En je hebt echt een ontzettend gaaf programma. Nou, dankjewel. Leuk, leuk. Even voor de mensen, voordat ze vergeten, waar kunnen ze jou vinden? Ja, het is heel makkelijk. Natuurlijk ben ik op Facebook, ik ben op Twitter, ik ben op Instagram, ik ben op heerdis.at, ik ben op Pinterest, ik ben elke social media, Soundcloud natuurlijk, ben ik te vinden. Maar het is heel makkelijk, je hoeft maar één ding te onthouden, dat is www.maarten.dj, dat is de website en dan staat eigenlijk alles. En als je denkt ik wil hem op Facebook, druk op social media, daar zie je alles staan. En als je denkt ik wil fotootjes zien, dan klik je op Instagram. En als je denkt ik wil kijken wat hij allemaal voor tweets de deur uitstuurt, dan kijk je daarop. En ook onze foto's, want ik heb tijdens deze uitzending ook fotootjes gemaakt, die zet ik natuurlijk even op de website. Dus dat komt goed. Dus www.maarten.dj. Nou, hartstikke leuk. We gaan je nog heel veel succes wensen met alles wat je verder gaat doen. En ook die carnavalsplaten, die gaan we in de gaten houden. Ja, komt en, goed. En met je nieuwe plaat, ik zou zeggen, kondig hem helemaal op jouw manier aan. Nou, daar is hij dan. Ik vond het ontzettend leuk hier te zijn. En we gaan eruit met een plaat die ik samen heb gemaakt met mijn maat Marco Kraats. Hier is De Flitspaal. MUZIEK